Marleen. Ik heb genoten. En jij, Wim? Ja, ik heb ook genoten. Ja. Ja. Het verhaal is niet alledaags. Het is natuurlijk een heel mooi, ontroerend verhaal. Ook hier en daar wat komische noten, maar toch wel een heftig verhaal om te spelen, denk ik. Ja, het is... Er komt van alles aan bod, dus iedereen heeft zo zijn momenten die kan spelen. En dat is eigenlijk heel fijn. Dus we spelen het echt met z'n achten. En dat is een heel leuke, het is heel fijn, toch? Ja, en ik vind het is ook soms zwaar om te spelen, als in emotioneel. Maar we hebben wel echt ook gewoon een hele fijne ploeg. En iedereen, je sleept elkaar daar ook gewoon doorheen. En je zegt, komische noot. Tuurlijk zit er eigenlijk geen komische noot in. Maar je hebt zelf ook, merk ik, behoefte aan wat luchtigheid soms. Dus dat sluipt er dan onherroepelijk in. En ik denk dat dat ook goed is. Maar de kern van het verhaal van Checkpoint Charlie, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Speel, vertelt iedereen ook zijn eigen verhaal. Hè? Wim, jouw verhaal in het kort? Mijn verhaal in het kort is dat ik eigenlijk heel erg overtuigd ben van de kwaliteiten van het oosten. Hè, en eigenlijk niet zo'n last heb van de muur, tot mijn dochter besluit om naar het westen te gaan. En dat verlies komt natuurlijk keihard binnen. Ja. Dat is niet niks natuurlijk. Nee. En Marleen? Ja, ik denk dat de kern van mijn situatie, en dat vind ik eigenlijk ook de kracht van ons voorstelling, we spelen allemaal hele kleine persoonlijke verhaaltjes. Dus het is helemaal geen politiek statement of zoiets. Daar zijn we eigenlijk niet eens mee bezig. Mijn verhaal is, ik heb mijn hele leven 2 straten verderop van mijn dochter gewoond. Of haar volwassen leven. En letterlijk in 1 nacht was daar ineens die versperring die later een muur werd. En van de een op de andere dag kon ik niet meer naar haar toe. Ons gezin is gewoon uit elkaar gerukt. Zij verwacht een kindje, ik kan er niet eens naartoe. En dat is ook wat er gebeurde. Er werden in 1 nacht tijd gezinnen uit elkaar gerukt. Als je per ongeluk een kind had wat in het westen aan het logeren was bij een vriendinnetje, en jij woonde in het oosten, dan was je elkaar kwijt. En dat is iets, dat kun je bijna niet voorstellen, totdat je erin gaat duiken omdat je het wil spelen. En dan nog pretendeer ik niet dat ik me echt kan voorstellen hoe dat moet zijn geweest. Ja, wat een rol, wat een verhaal, wat een musical. Hoe stond jij hier? Gespannen, maar ook met... Ik had er heel veel zin in. En we hebben gewoon een super fijne groep. En iedereen, de sfeer zat er goed in. Ik heb het idee dat het publiek mee was. Dus ik heb een hele fijne avond gehad. Dat verhaal wat jij vertelt is een heel heftig verhaal. Kan je kort iets over vertellen? In het kort verliest ze eigenlijk gewoon iedereen. Ze wil haar droom achterna, die natuurlijk in één keer in duigen valt. Zonder te veel te verklappen, eindigt ze vrij alleen. Dus er zit heel veel drama in mijn rol, waarin het in het begin heel hoopvol is en heel fijn en licht. Een jonge vrouw eindigt het een beetje dramatisch. Hoe kijk jij naar het verhaal? Je bent ook een jonge vrouw, dus bedoel, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik vind het bizar dat mensen dit hebben moeten meemaken, dat mensen dit nog steeds meemaken over de hele wereld. Dus ik ben heel blij dat we dit mochten vertellen, dat we het konden vertellen. Er was bij een try-out, kwam een vrouw uit Dresden, Oost-Duitsland, kwam naar ons toe. In tranen en vertellen over dat ze het zo fijn vond dat we een menselijke kant hebben laten zien van wat die muur met mensen heeft gedaan. En daar ben ik wel trots op dat we dat hebben gedaan. Ja, wat een heerlijke avond. Hoe is het voor jullie geweest? Nou, een enorme opluchting dat het voorbij is. Ja, ja, het is toch altijd spannend zo'n première. Ja. Je vraagt ernaar. Ja, nee. Vroeger om, dus dan krijg ik hem ook, toch? Precies hetzelfde, ja. Het is te gek natuurlijk, zo'n première met de genodigden en een prachtige zaal. Maar het is ook heel spannend, omdat je gewoon, je toont eigenlijk nu wat je hebt gemaakt, waar je in al die weken naartoe hebt gewerkt. Ja. En als het dan klaar is en je voelt dat de zaal fijn reageerde en dat je lekker gespeeld hebt, dan is er wel, dan valt er wel iets van je af. Even in het kort jullie rollen. Job, wat is jouw rol in het kort? Ik speel Timo, een hele ambitieuze fotograaf, die ook nog eens een zwangere vriendin heeft, die eigenlijk uit het oosten komt. Zij wil heel graag naar het oosten terug, maar wij wonen in het westen en ik wil juist naam maken hier in het westen als fotograaf. En heb ondertussen een vrouw die aan het bevallen is en een kind erbij krijgt. En zij vertrekt uiteindelijk naar het oosten toe. En is het einde relatie. Dat is het heel kort in een notendop, ja. En voor jou? Ik speel Sam, een Amerikaanse militair die eigenlijk zijn dienstplicht uitzit en bij de muur is neergezet.
En zich in het begin afvraagt van wat is hier aan de hand? Wat doen ze? En zich ook niet echt wil verbinden met de plekken, met de mensen. Gewoon denkt, ah, ik zit mijn tijd uit. Ik ga zo snel mogelijk weer terug in Amerika. Maar eigenlijk stukje bij beetje steeds meer die situatie in wordt gezogen. Totdat het op een heel spannend moment komt dat zijn leven echt op het spel staat. En hij zich ineens realiseert, ah, dit is geen kinderspel. Dit is serieus wat hier aan de hand is. Dat is toch een heel heftig verhaal. Wat doet het met jullie? Oeh, wat het met ons doet. Dat vind ik een ingewikkelde vraag eigenlijk. Ja, wij zijn natuurlijk ook maar gewoon de acteurs die dit spelen. En het is vooral heel fijn om hier onze tanden in te zetten. Om dat zo realistisch mogelijk en zo echt mogelijk en zo puur mogelijk op het toneel te brengen. Ja. Omdat het toch, het is natuurlijk wel, het is een fictieve verhalen die verzonnen zijn voor deze voorstelling. Maar ook wel gebaseerd op beelden, op foto's uit die tijd. Ja, en je realiseert je ook dat het eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden is. En dat dit soort dingen gewoon nog steeds gebeuren. Ja. En dat maakt het, ja, dat raakt en dat maakt het heel actueel. En we hebben ons natuurlijk voor de voorstelling ook erg verdiept in het verhaal, veel gelezen. Ja, en dat doet je toch wel wat. Ja, ik speel de rol van Anna. En Anna is een jonge vrouw. Op het moment dat de muur er ineens is, is zij in het westen. Eigenlijk de kant waar heel veel mensen willen zijn. Die in het oosten zijn. Ze is net getrouwd. Ze is zwanger. Dus eigenlijk alle ingrediënten voor heel veel mensen die in het oosten wonen. Om heel gelukkig te zijn en om in haar handjes te knijpen. Alleen zij is opgegroeid in het oosten. Al haar familie is in de oosten. Ze is heel erg opgegroeid met die DDR-waarden. En dus voor haar, zij komt er ineens achter van nu ze dat oosten helemaal niet meer in kan. Dat daar gewoon zo'n deel van haar ligt en van haar hart en ook haar relatie met haar man. Ze zijn best wel kort samen en ineens komen hun belangen haaks op elkaar te staan en hoe gaan ze daarmee om? Ja. En dan mag je muziek zingen en dan heb je ook een heel mooi duet met Linda. Ja, hoe is dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk te gek. Ja, het is zo te gek om die liedtekst van Stef Bos. Het is ook zo, als je leest weet je gelijk dat het zijn teksten zijn, zeg maar. Hij heeft zo'n... Ook een paar, de sterren die gevallen zijn staan op. Dat soort zinnen. Het is, heeft iets heel erg, iets beetpakken en praktisch, iets benoemen en tegelijkertijd poëtisch. Hij doet dat echt, ja, ik vind dat altijd zo'n mooie balans, hoe hij dat doet. Kan je dat beeldend poëtisch noemen? Ja, precies. En dan de nieuwe voorstelling, nieuwe productie, hoe staat ze jou om in te spelen? Ja, dat is spannend. Je komt op je eerste schooldag, repetitiedag 1 en je hebt geen idee wat je gaat maken. Want dan hadden we wel 1 scriptlezing. Maar dat is ook te gek als acteur. Dus het is ook heel extra spannend. Want als je een Les Miserables of een Mamma Mia of grote titels, dan weet je al wel hoe dat ongeveer gaat zijn. Daar heb je iets meer een idee van. Maar het is super fijn en we hebben een hele fijne groep. Dus ik heb gewoon heel veel zin ook om met die mensen 3 uur in het busje naar Zutphen te zitten. Want dat is ook belangrijk. Ja. Nou, ik ben de grenswachter op het Oost-Duitse gedeelte en die krijgt gewetensproblemen. En jouw rol, ja, ik vind jou weer heerlijk, lekker veel energie, een beetje de baldadige man. Heerlijk om te doen, maar jouw rol? Helmoet heet mijn rol en die woont in het oosten, wil naar het westen en komt onder andere deze meneer tegen die hem dat niet laat. En zoekt naar alle manieren om maar mee te gaan, Lena mee te nemen, die wordt gespeeld door Linda. Een heerlijke rol om te spelen, toch? Lekker baldadig. Dan is het ook een heftig verhaal. Het is een nieuwe productie. Hoe is dat voor jullie om in te stappen? Ja, het is altijd leuk om in een nieuwe creatie te starten. Omdat dan heb je nog de ruimte om suggesties te doen. Om dingen uit te vinden samen met de regisseur, met de tekstschrijvers. Ja. Zoeken van, als we misschien dit doen, als we dat zo doen, kunnen we het verhaal nog beter vertellen. Ja, dus ik vind dat het allerleukste om te doen, nieuwe creaties. En een try-out periode is ook dan echt een try-out periode. Ja. Je probeert dingen uit en je denkt, dat is niet hoe het hoort. En dan herschrijven we het of proberen we iets anders uit, nieuwe ingangen. Dat is superleuk. En je kan het ook echt naar je eigen hand zetten, omdat wij zijn de eerste die dit spelen. Ja, dus het wordt onze versie, wordt de versie. Dat is zo leuk. Je kan niet even aan YouTube bekijken hoe je voorganger op Broadway het heeft gedaan. Dat is heerlijk. En dan heb je muziek met teksten van Stef Bos. Ik vond het waanzinnig, maar voor jullie? Ja, ik ben al mijn hele leven fan van Stef Bos. Dus dat was een van de redenen dat ik dacht, hier wil ik in, dit wil ik doen. Dus ja, het is gewoon super, het is echt een cadeautje om de teksten van Stef Bos te mogen zingen. Ja, het is typisch Stef Bos. Vond je dat zelf ook? Ja, absoluut. Heel beeldend. Ja. Beeldend, ja. Ja. Dat is fijn, hè? Dat is gewoon best wel easy list. In het begin dacht ik, dit is heel erg couplet, refrein, bridge... Refrein of modulatie. Heel veel modulaties. Maar het is typisch Stef Bos. Maar toch is dat lekker om in te gaan hangen of zo. Lekker onderuit. Absoluut, ja. Ja. Oké. En dan nog even de tandem. Pieter, Marleen. Het was weer... Ja,
Heerlijk. Ja, het was de vijfde keer dat we samen in productie stonden. En de tandem. Het is gewoon zo leuk omdat je elkaar zo goed kent. Je weet, je leest de ander zo goed. Je weet voordat hij een zin zegt hoe hij de zin gaat zeggen. En daar kan je altijd op lekker op inspelen. En je vertrouwt zo. Het kan niet misgaan. Het gaat nooit mis omdat we samen daar staan. Dat is, ja, het is echt... Ja, het is superleuk. En dan is de nieuwe producent. Het is wel weer een plaatje wat hij aflevert. Ja, dit doet hij echt goed. Dus hij steekt echt enorm zijn nek uit hiermee. En hij probeert het echt steeds gewoon groot aan te pakken. En echt diepe buiging voor Fons. En hopen dat theater zich hierbij aansluit. Of recensenten denken. Ook een beetje denken van... Je gaat er maar aan staan in deze tijd om dat zomaar even te doen. Dus wij gunnen het hem ook enorm. En ja, we werken met z'n allen heel hard om dat zo mooi mogelijk te maken. Première, eindelijk is de kop er vanaf. Het is een totaal nieuw stuk. En hoe ben je ooit op het idee gekomen om dit te gaan noemen? Het is een risicovolle tijd en toch doe je het. Waar hou je dat vandaan? Nou ja, sowieso lag Checkpoint Charlie al heel lang op de plank als titel. Ik heb dan veel verteld, maar in 2007 had ik al een Wordbestand. En dat heeft gewoon altijd ergens gelegen. En op een gegeven moment na Hugo de Groot hadden we iets. We willen heel graag een reizende productie. Dus, nou ja, we waren met onze jeugdvoorstelling bij Impact met Ruud de Graaf in gesprek. En toen hadden we zoiets, nu gaan we een reizende musical maken. Dan zou dat wel eens Checkpoint Charlie kunnen zijn. Maar dan moeten we wel een verhaal vinden zoals we dat willen vertellen. Toen kwam de mozaïekvertelling qua idee op ons pad. Zodat we meerdere verhalen konden vertellen eigenlijk over die tijd. En niet een goed, kwaad, jonge meisje, zo'n versie. En daar ben ik heel blij mee, dat we die variant hebben gevonden. Want dit is de manier waarop we ook kunnen vertellen waar het voor mij om gaat. En dat is dat er geen goed en geen kwaad eigenlijk aan te wijzen is. Waar we vanuit het Westen dat heel vaak denken. In ieder geval die westerse blik hebben wij. En ik heb heel vaak tijdens de repetities gerefereerd aan de coronaperiode, waarin dat je ook merkt dat er tussen groepen mensen letterlijke muren, maar wel muren ontstaan. En dat eigenlijk daarin de waarheid heel vaak in het midden ligt. Dan hou je een cast bij elkaar op je vingers weer af te likken. En dan stop of de pijl heb je een goede componist voor de muziek. En dan heb je ook nog een tekstschrijver, Stef Bos. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ik kan zelf dus niet zo heel veel, Rob. Dat moet je niet verder vertellen. Maar ik kan heel veel mensen bij elkaar krijgen. Stef is via Rob van Wijk, de voorzitter van Goedemorgen. En de directeur van dit prachtige theater bij ons gekomen. Stef was meteen mee, omdat hij het zo'n mooi idee vond. En heel veel affiniteit heeft met deze tijd. Ook een kind uit 1961. Wat hij altijd roept. De componist Helmer is gewoon een goede vriend. Degene die dialoog heeft geschreven is mijn eerste liefde op de middelbare school. Mijn vrouw heeft er steeds in gedaan. Het is echt een vriendenclub die een voorstelling maakt. En ik denk dat ik daar heel, misschien nog het meest trots op ben, dat we dit echt met een groep mensen maken die heel goed met elkaar kunnen samenwerken, maar ook heel vriendschappelijk met elkaar om kunnen gaan. En wat, als het goed is, ook enorm toekomstbestendig is. Dus ik zeg op de volgende 30 jaar. Sir, ze gaan achteruit.